Yes, welkom en tof dat je weer kijkt naar Day One. En vandaag gaan we door met de serie die de meest originele naam van Nederland heeft, namelijk de auto van. Vorige keer hadden we Jurre. Jurre was van de Firebeats en zijn auto, zijn Macan S, kreeg een 7.9. Vandaag hebben we weer een internationale DJ. Misschien wel de meest gekke, maar toffe DJ van Nederland. Zijn naam is Tony Junior en hij blijkt ook een hele aparte auto te hebben. We gaan het zien. Dit is dus Tony zijn auto. Oh ja, dit is zijn vader. Die is gewoon even aan het chillen. Ja. Maar dit is dus Tony zijn wagen. Dit vind ik dus, dit is waarom wij de auto van maken. Omdat dit soort auto's gewoon uniek zijn. En die passen bij iemand. Is het tijger of pantenprint? Luipaard. Ja. Dan ga je dus naar een carrapper toe. En dan zeg je, nou, ik wil graag een luipaardenprint op mijn auto. En hij zei meteen ja. Eerst ruzie. Oh, eerst ruzie. Maar daarna zei hij ja, want het is wel gebeurd. Hey, maar een luipaardprintauto. Ja, ja. Hoe kom je daarop? Ja, de zebraprint was op, dus ik denk ik doe luipaard. Nee, wel luipaardprint. Alles in mijn leven is luipaardprint. Ik heb een tattoo op mijn benen, kleding. En het is een soort van uit de hand gelopen ding dat ik 4 jaar geleden iets van luipaardprint had, een shirt. En toen ging ineens iedereen voor mijn verjaardag luipaardprint shit geven. En toen noemde iedereen me Nel Veerkamp junior. En zo is dat steeds erger geworden. En op een gegeven moment, ja, ik kocht deze auto minder dan een jaar geleden. En wat voor auto is het? Het is een Audi A8 L, dus de limousine versie. Ja, ik moest een auto hebben. Ik doe soms 4, 5 shows op een zaterdag in de zomer in Nederland. En gemiddeld doe ik er 3 op een zaterdag. En ik neem mijn mensen mee. Ik neem mijn vader mee, mijn tourmanager, mijn wijf, wijfje van mijn vader, vrienden. En ik wil dat ze lekker zitten. En hiervoor had ik dus een BMW 525, 1,5 jaar geleden. Maar die had ik maar een paar maanden, ik vond het te klein. Ik denk dat deze auto misschien wel groter is dan het appartement waar ik op dit moment in woon. Het is niet normaal. En ik voel mensen nu al naar ons kijken. Ja. Ik voel gewoon ja, mensen luister. Vanuit, er is een flatgebouw daar. En er staan mensen gewoon vanuit het flatgebouw. Zijn mensen naar ons aan het kijken? Daar heb ik niet over nagedacht. Nee. Het is niet normaal. Zelfs de politie hier in Utrecht maakt er foto's van. Die gaan ze uit het raam hangen. Ja. En wat kost zo'n wagen nou, mag ik dat vragen? Ja, de catalogus. Ik heb hem tweedehands gekocht. Ja. Maar echt met een paar kilometer op de teller. Maar cataloguswaarde is 120 of zo, 120.000. Tering. Iedereen kijkt naar deze auto. Iedereen kijkt naar deze auto. Ja, een paar dagen geleden, of dat is inmiddels 2 weken geleden, toen reed ik in Amsterdam tijdens ADE. En toen had Boef had mijn auto gesnapt en die zei ook, wat is dit dan, luipaardprint, helemaal lijp. Wat sick. Ja, was wel mooi. Shout-out naar Boef. Even kijken. We gaan hem even wassen, want daar is hij wel aan toe. Ja, hij is weer vies, man. Kun je een beetje van jouw muziek opzetten? Tuurlijk. De plaat waar ik het meest trots op ben, is wel mijn samenwerking met Chesto. Ja, deze is heel hard, hoor. Elke keer als je hem ook hoort, moet je lachen, hè? Ja, maar ik weet wat de crowdreactie is, zeg maar. Als ik deze plaat dan draai en je hoort die stem, kom maar even, en dan weet ik, dit heb ik ingezongen, het is altijd mijn stem. En dan, ja, dat is gewoon een heel, heel mooi moment in mijn carrière, weet je wel. Dus, hoe was dat om ineens met Calvin Harris en met Chesto te kunnen samenwerken? Ja, bijvoorbeeld met Calvin Harris, ik werd wakker in de ochtend en ik kijk zo en ik krijg Twitterberichten. En ik zie Calvin Harris wat tweeten en ik denk zo van, huh? Dit is naar mij, dit is een fucking direct message. En dan zei man, ik vind je dingen echt gruwelijk en wil je een remix maken van mijn nieuwe plaat van Rihanna? Ja, ik had al stijve lul omdat het 's ochtends was, maar dan nog dubbel op, weet je wel. Ja, mooi. Ja, heel dat is mooi. Niet normaal. Wat ook leuk is met die auto, normaal als je in een Audi rijdt, dan laat ze niet voor. In deze auto kweek je zoveel sympathie. Mensen laten die altijd voor, omdat ze even willen kijken. Ik vraag dus altijd aan de gast, bij wie ik dus de gast ben, om de auto te bekijken. Om de auto op een mooie plek neer te zetten, zodat jullie thuis kunnen genieten van wat mooie shots van de auto. Nou, dat hebben we nu ook gedaan. Alleen staan we nu, waar zijn we? De afwerkplekken van de Europalaan in Utrecht. We zijn dus nu op de afwerkplek op de Europalaan in Utrecht. Hier worden dus echt heel veel vieze mannen en vrouwen. Nou, we snappen hem. Laten we snijden naar het gedeelte waar je de auto van dichtbij, van binnen en van buiten kan zien.
ga nu dus rijden. We moeten eerst 5 minuten wachten voordat ik helemaal naar voren ben. Dat hoe hard heb je met deze gereden? We zijn in Duitsland een keer over de 230 gegaan. Jezus. En dan heb je pas het gevoel dat je hard gaat. Dit is toch ja. Heel grappig, want als je 180 met deze auto rijdt, hij is ook helemaal zeg maar, audio-geluidsdicht. Ja. Dus je voelt het niet. Ik heb ook nog een sportstand. Je hebt ook nog een sportstand? Dan wordt hij sneller, maar okay. ik vind de D-stand vind ik meer ja. Powerful. Dus 3, 2, 1. Holy shit! Wow, hij gaat voor zo'n grote bak fucking hard, ouwe. Ja. Ja, het is echt een hele zware auto ook, hè. Dus hij gaat nog best wel. Wow. Zie je mij wel? Ik heb namelijk echt het gevoel dat ik net niet boven het raam uitkom. Voor het eerst in mijn leven heb ik in een hele toffe, dikke, vette Audi gereden. Die ook nog eens een luipaardenprint heeft, wat gewoon knijterhard is. Tony, dankjewel. Geen probleem, ouwe. Fucking hard. Vergeet niet Tony overal te volgen, vooral je even te abonneren op zijn YouTube kanaal. En ik wil jullie nog wat vragen. Wil jij namelijk bij de familie van Day One horen, dan kan je wat voor ons doen. En dat is het vertalen van deze afleveringen naar het Engels. Dat zou super tof zijn. Als jullie dat zouden willen doen, dan ben ik heel erg blij. Vergeet niet even te abonneren en natuurlijk je comment achter te laten met jouw cijfer voor deze auto. Allerbelangrijkste, want we willen weten welk cijfer jij deze auto geeft. De eerste 10 comments, die horen erbij. Dankjewel voor het kijken en ciao. Kan ik hem hier gewoon parkeren? Ja. Oké. Okay. Ja, als je hem echt goed wil parkeren... Nee, ik denk dat ik hem zo laat staan, want ja? Ik ben bang. Ja.